De functie van het hart in de zorg voor de mens. Het gaat om een zeer bepaalde, zeer actieve en zeer praktische liefde voor concrete mensen in nood. Zieken, gehandicapten, bejaarden. De mens in nood heeft niets aan meneer de deskundige hulpverlener, als deze geen andere naam heeft dan de verzamelnaam deskundige hulpverlener. Bureaucratisering en professionalisering zijn maatschappelijke processen die in de sociale en mensverzorgende sectoren een groot gevaar opleveren voor de menselijke verhoudingen. Wanneer de zorg voor de mens bepaald gaat worden door het zakelijke brein van de overheid en van grote organisaties en instellingen, bestaat het gevaar dat mensen aan de top als echte managers gaan bepalen wie mag verzorgen en wie niet. En vervolgens voor wie, in welke omstandigheden en op welke wijze er gezorgd mag worden. Wanneer de reglementen als een dik struikgewas het hele veld overwoekeren en de mensen verloren lopen in een oerwoud van diensten en centra, betekent dit de ontmenselijking en een bureaucratische wurging van de sociale en medische zorg. Als de zo noodzakelijke deskundigheid mensen verleidt tot een zakelijk en onpersoonlijk optreden, is het te vrezen dat de belangen van hen die eraan verdienen voorgaan op de belangen van hen die gediend zouden moeten worden. Er moet een hart zichtbaar en voelbaar worden in alle maatschappelijke verhoudingen, door alle dossiers heen en in alle administratie, achter alle loketten, in hospitalen, rustoorden, opdat onze sociale vooruitgang een menselijke vooruitgang kan gaan worden.